Zaterdag namiddag was er in Plopsaland de Pannen de première van de Samson en Gert Kerstshow, die voor de 27e keer al doorgaat. Een van de vele bekende aanwezigen was Christel Verbeke van K3. En dat was op zich een hele verrassing. Christel was natuurlijk niet zomaar aanwezig, want een van haar dochters doet mee in het Samson en Gert Kerstballet. Dat vertelde ze in een reactie aan de Showbusite. Ah, bij mij hoort dat echt bij kerstvieren. Ik kom heel graag elk jaar naar de kerstshow en vooral ook voor... De melancholie en de goede liedjes en gewoon even gek doen. En mijn favoriet liedje is de Samsonbok.